En welkom bij Vandaag de Dag van WNL met vandaag. Ook dit weekend zijn er weer onschuldige voorbijgangers mishandeld. Grote brand in woningen in het Gelderse Noordeinde. En makersdocumentaire Gepeste Tim Ribberink worden beschuldigd van leugen. Heel veel meer zometeen in Vandaag de Dag. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Een hele goede morgen. Zometeen in Vandaag de Dag. Ook dit weekend weer onschuldige voorbijgangers mishandeld. Michel Mulder wint het WK Sprint in Salt Lake City. En er komt een hogere verzekeringspremie voor automerken die vaak worden gestolen. En nog heel veel meer zometeen in Vandaag de Dag na de ster. Hele goedemorgen en welkom bij Vandaag de Dag van WNL met vandaag. Ook dit weekend zijn er weer onschuldige voorbijgangers mishandeld. Grote brand in woningen in het Gelderse Noordeinde. Een 59-jarige schaatsfanaat uit Leiden laat zich niet tegenhouden. Het is 10 minuten over 7. Dit is Vandaag de Dag en vandaag is het maandag 28 januari. Hele goedemorgen en welkom bij Vandaag de Dag op deze maandagochtend. Het is de ochtend na de opening van het eerste Nederlandse onderzoeksstation op de Zuidpool. Het is de ochtend ook na het grote Nederlands succes op het ijs van Salt Lake City. Michel Mulder haalde daar vannacht een gouden plak weg. En hier in eigen land nemen we afscheid van de kou en van het ijs. Want na een lange vorstperiode is het dit weekend gaan dooien. En kunnen we ons zelfs opmaken voor een week met temperaturen ruim boven nul. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, meneer.